Hoe verwarm je het best je woning in de toekomst? Door te kiezen natuurlijk voor de verwarming van de toekomst. Jullie toekomst. Maar de toekomst is toch ver weg? Nee hoor, ze is er al. Dat is het eerste wat ik ervan hoor. Vandaag zijn er verwarmingsketels die uit elke druppel energie mega veel warmte persen. Echt superzuinig. Er zijn systemen die hun energie uit de zon halen. Of uit de lucht plukken. Of uit een brandstofcel. Waarmee je zelf elektriciteit produceert. Zo'n systeem laat je het best plaatsen door iemand die je kan vertrouwen. Goed gedaan. Een installateur met veel aandacht voor het milieu. En dat is belangrijk, want straks is deze planeet voor jullie. Zeg, dat klinkt goed aan de toekomst. Dat is een understatement. Viesman, u koopt hem eigenlijk voor de kinderen. Dank u. Tot ziens. Dag. Dag. Het is Steven, morgen. Ja? Morgen ben ik er niet. Spijtig, ik moet naar school. Thank you.